Barrett. Knap in balbezit gebleven. Dan krijgt hij hem ook lekker terug. Barrett, de hoek is lastig. Maar wat doet hij dat geweldig. Troy Barrett. Na een heerlijke bal van Goudmijn volgt een nog weergelozere afronding. Van der Zanden. Het is simpel af te roepen. Het is 4 tegen 3. Inmiddels 3 tegen 2 in het voordeel van Excelsior. En dat spelen ze fantastisch uit. En weer een wippertje van Ierse Makelij. En 2-0. Baas achter de bal. Nog geen half uur onderweg. Marsman. Horemans hand, strafschop. En dan kunnen we binnen het half uur Excelsior al op een 3-0 voorsprong zien staan. Barrett. Voor zijn derde. Barrett scoort weer. Je valt in herhaling. Barrett, Barrett, Barrett. Excelsior op 3-0 tegen ADO. Goudmijn. Zet Driehoes aan het werk. Wat een ruimte. Driehoes. Driehoes 4-0. En nu ook het laatste spoortje twijfel. Verdwenen. Maar wat is Goudmijn ook weer belangrijk, zeg. Legt hem heerlijk neer. Driehoes loopt weg en rond. Kalm af. We gaan staken als de paar overgebleven fans in het uitvak nog wat vuurwerk het veld opgooien. En zo is niet alleen het spelniveau van ADO Den Haag dramatisch. Maar ook wat er buiten het veld gebeurt. Na een onderbreking van een uur en 2 minuten gaan we verder. Veerman. Veerman en het is 4-1. Een doekje voor het bloeden. Hij neemt hem knap aan uit de lucht. En Van Gassel is daarmee gezien. Slim weggelopen Lamproe. Die gaat over het been. Volgende penalty. Wat is dit voor een avond, ja. Van Hinten tikt ook tegen de voet van Lamproe. En Baas mag aanleggen. En via Marsman is het 5-1. Spelers doen echt nog wel hun best om er wat van te maken. Net met de angel al lang en breed verdwenen. Dus is er ook ruimte voor af en toe wat moois en wat fraais, zoals hier. Goudmijn. Goudmijn. Goudmijn aangeraakt door Van Hintem. 6-1. Marsman op slag kansloos naar die aanraking van Van Hintem. Sandra. Lamproe staat helemaal vrij bij de tweede paal. En dus is het 7-1. En dat schade beperken lukt ADO dus ook niet. 10-10-10 scandeert het publiek. Zo, ja, die zag je aankomen van Hintem. En zo eindigt vermoedelijk zijn carrière met een rotschop aan Lamproe. Excelsior naar de finale van de Keukenkampioen Playoffs.